Niet 4 of 5, maar 18 kappers zitten er in het centrum van Zevenaar. Als het aan de inwoners ligt, zijn dat er veel te veel. Die zijn er ontzettend veel. Ja. Naar mijn idee een beetje te veel. Genoeg kappers voor iedereen, ja. Ja. U stoort zich er niet aan? Nee, zeker niet. Nee. En met zoveel kappers, hoe kiest u dan een kapper uit? Oeh, dat is een gewetensvraag. Dat gebeurt bij een vriendin thuis. Oh. Ja. Dus die zijn er ook nog? Ik heb die kapsalons niet nodig. Wat moet ik ervan vinden? Ik bedoel, ze komen hier, ze mogen hier. En ze moeten allemaal hun brood verdienen. Ja, ik vind dat vreemd. Maar ja, als ze weggaan, gaan ze aan die panden ook weer leeg. Centrummanager Kjeld Vosjan heeft de zorgen van de inwoners gehoord en merkt ook een stijging van de kapsalons. Ja, er zijn inderdaad veel kappers in Zevenaar. Maar de keerzijde is, Zevenaar is daar niet uniek in. Ook in andere plaatsen horen we dat geluid natuurlijk veel. En Zevenaar is daar niet uniek in. Maar we hebben veel kappers, klopt. Nou, ik heb begrepen dat de wetgeving rondom de vergunning van kapperszaken. Je kan tegenwoordig zonder diploma, iedereen kan een kapsalon beginnen. En dat heeft ervoor gezorgd dat het aantal kapsalons de afgelopen jaren behoorlijk is gestegen. Toch lijken kappers zelf geen last te hebben van hun con-collega's. Het voorziet allemaal in een doelgroep, hè? Dus het kan zijn dat er veel kappers zijn. Maar ja, weet je, aan de andere kant er zijn ook veel kledingzaken. Die hebben ook allemaal recht van bestaan. Weet je, we hebben in 20 jaar een behoorlijke klantenkring opgebouwd. En eigenlijk is die behoorlijk vast geworden. Dus iedereen heeft zijn eigen stukje. En daar doen we het dan mee. Maar wist je ook echt, gemeente Zevenaar zeg maar? Maar heeft hij andere dorpen, zeg maar, van andere dorpen vandaan komen, zoals bijvoorbeeld Giesbeek, Lobeet, zeg maar, andere dorpen komen hier vandaan, dan wordt echt veel eigenlijk. Ja. Daarom, iedereen hebben echt klanten en genoeg klanten eigenlijk ook. Ja. Ja. Maar tegenwoordig, die klanten komen heel vaak naar kapper. Bijvoorbeeld vroeger was één man, nu komen we wekelijks naar kapper eigenlijk ook echt. Ja. Dus daarom, iedereen eigen klanten, maar hebben ook genoeg inkomen, zeg maar, te komen. Dus iedereen gaat goed. Dus jij merkt niet dat doordat er zoveel concurrentie is, dat je minder klanten krijgt? Nee, dat niet eigenlijk. Inwoners maken zich niet alleen zorgen om de hoeveelheid kappers, maar ook om wat er eventueel gebeurt achter gesloten deuren. Toch zou je kunnen zeggen, ja, als er zoveel zitten, moeten er dus ook blijkbaar heel veel mensen geknipt worden. Soms zijn die kapperszaken niet echt helemaal kapperszaken. Nee? Nou, wat dan? Nou, dan worden ze wel eens opgedoekt voor iets. Ja? Ja. Soms zie ik zaken helemaal leeg staan. En dan denk ik, ja, dan zitten ze met elkaar te kletsen. Dan denk ik, ja. En waar moet ik dan aan denken? Witwaspraktijken, dat geloof ik wel. Ja. 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 Dus ze zijn niet allemaal aan het knippen, denkt u? Ik denk het niet. Nee. Ga maar eens binnen kijken.